Er is een nieuwe tentoonstelling in het Katwijks Museum en daar willen we u graag weer iets van laten zien. Prachtige donkere schilderijen die met hun krachtige kleuren goed bij elkaar passen. Het zijn allemaal werken uit Bergen. En nou ken ik Bergen aan Zee wel, maar daar lijken deze schilderijen me toch niet geschilderd, want ik zie dit keer zo gauw geen strand, geen visserijonderwerpen. Reden genoeg om daar conservator André Groeneveld bij te halen en hem om uitleg te vragen. Het zijn gasten uit Bergen, Noord-Holland. Ja. Het dorp wat tussen de duinen lag en in de polder. En dat levert gewoon hele andersoortige schilderijen op, in ieder geval qua onderwerp. Qua onderwerp, je bedoelt, als ik hier sta dan zie ik een heel groot schilderij, een soort café of zo. Ja, dit was hun centrale ontmoetingsplek in Bergen. En dat is de rustende jager. Zeg maar de zwaan van Bergen, om het zo maar eens uit te drukken. Waar kunstenaars met elkaar discussieerden en over de kunsttheorieën van de Bergse school, wat het is gaan heten. Waarom wordt dit een school genoemd? Hadden die een schoolmeester of... Nee, daar zit de schoolmeester is zeg maar zijn een tweetal kunstenaars. De ene is de uit Frankrijk afkomstige Henri Le Fauconnier, die allerlei theorieën had die hij op papier heeft gezet voor een nieuwe expressionistische schilderstijl. En Piet van Weygaard, een Nederlandse schilder uit Amsterdam, die heeft dat in een soort manifest gezet. Het Signaal, een kunstenaarsvereniging en een tijdschrift. En daarin zijn die theorieën samengebracht en bevriende kunstenaars zijn op die manier gaan schilderen. En hun volgelingen zitten dus in die Bergense school. Ja, en omdat dat allemaal op elkaar lijkt, er zitten kleurtheorieën aan ten grondslag, een bepaalde manier van schilderen, brede lijnvoering, licht-donker contrasten. Ze zijn allemaal zo gaan schilderen, zodat het één geheel vormt. En dat is in Katwijk is zeg maar het onderwerp. Schilderen ze allemaal hetzelfde onderwerp, maar allemaal op hun eigen manier een andere stijl. Ja, en dat is het grote verschil. Toen we hier doorheen liepen, viel me op eigenlijk dat het er toch wel donker uitziet. Het is heel zwaar, ja. Is dat bij iedereen zo of zie je ook lichter werk? Want tot nog toe zie ik eigenlijk alleen maar donkere schilderijen. Ja, nou, het echte Bergse werk is vrij zwaar. De aanloop is iets heel anders. Dat heet het Nederlands luminisme. Komt vanuit Frankrijk, zit vanaf het impressionisme. Dan praat je over licht. Dat is heel licht. Als ze dan uiteindelijk zich in Bergen vestigen, wordt het steeds donkerder. Ook omdat ze naar dat manifest gaan schilderen. En dan heb je dus, maar ook door de omgeving daar, want het is bossen, zware polderlandschap, hoge luchten. Is het gewoon heel zwaar. Het is daar ook gewoon, het licht is gewoon heel anders dan aan zee. Oké, okay. Kun je iets lichters laten zien ook aan ons nu? Ja, we gaan even naar het begin, de duinen. Oké. Okay. Kijk, André, dit schilderij bedoel ik dus. Dat zijn toch geen duinen? Ja, dit is inderdaad heel wat anders. Dit is van Dirk Filarski, een van de meest reislustige kunstenaars die in Bergen woonde. En nou, dus ook een van de... Degene die als eerste naar Bergen kwam. Niet donker ook? Nee, niet donker. Dit is ook een vroeg werk nog. Wat ik bij deze schilder heel leuk vind, is dat toen ze in Bergen kwamen, hadden ze weinig geld. Ze huurden een boerderijtje van een welgestelde Amsterdammer, die daar meneer Masmeijer, die had daar grond en een huisje. Dat huurden ze. Toen hij dat werk zag wat ze daar hebben gemaakt, heeft hij Masmeijer werk gekocht. En van dat geld kon hij gaan reizen. Werd hun mecenas. Ja. En er is dan ook nog een andere mecenas, maar daar kom ik later nog wel even op. Dus hij ging op reis en een van zijn geliefde plekken was Zwitserland. Dat heeft hij ontdekt en daar is hij heel vaak terug geweest. Dit is de Uri Rotstock. Het leuke is dat hij zowel, dit is dus in de herfst, hè? Je ziet hier die hooitassen, net zoals bij Monet, dat hij ook in de winter schilderde en dus gewoon op skis stond. Ah.
En gewoon plenair dus die werken maakte. Dat doet me weer een beetje denken aan onze plenair schilders van nu. Ja. En waarom zeg ik dat? Ja, dit is niet Katwijks. Hebben jullie ook iets Katwijks hier gehangen? Of? Ja, het is zo dat, dat bijna geen één van die kunstenaars in Katwijk gewerkt heeft. Maar Piet van Wijngaard, een van de twee grondleggers, is wel in Katwijk geweest. Die hebben we niet gemist. In 1930. Ah. En die heeft een waanzinnig indrukwekkend schilderij gemaakt van de Oude Kerk. Dat is en Bergse School nog en Katwijk. Dan moeten we daar naartoe even. Gaan we daar nog even kijken. Dus dit is werk van Piet. Dit is het werk van Piet. Absoluut Katwijk. Kan niet missen, hè? Ja, nee. Het is wel donker, vind ik, André. Ja, het is een Bergse School, hè, in Katwijk. Ja. Maar dan die kerk en dat doet me ook een beetje denken aan het Katwijkse geloof, wat zwaar in die tijd zeker. Ja. Klopt dat, denk je? Ik denk dat het is dus 1930 en je had het hiervoor even over die crisis. Ja. Ik denk dat dit wel eens mee zou kunnen spelen en het geloof. Het was een zware tijd en in ieder geval heeft hij er dat gevoel voor mij ingelegd. Ja, ik denk dat je daar wel eens in gelijk zou kunnen hebben. Ja. We gaan nog wat meer donkere werk bekijken, wat we toch mooi vinden allebei, want dat kan nu. Ik heb af en toe wat depri ervan, maar het hoort nou eenmaal bij bergen, zeg maar. Oké. En bij het type werk. Waar zullen we nu heen gaan? Het Oude Hof misschien? Ja, uitstekend. Er werd dus veel in wat ik bergen binnen zou noemen geschilderd, maar niet in bergen aan zee. En André rijdt straks met ons mee naar Bergen om ons te laten zien dat deze oude hof daar toch werkelijk zo geschilderd is. Hij wil ons trouwens ook nog naar een Bergense molen brengen die hier als schilderij hangt. Nou, hier hangt hier die molen. Oké, nou dat is iets van het dorp Bergen ook, in de omgeving daar. Dit is de Damlander molen en die stond zeg maar aan de rand van het dorp Bergen. En hier kan je zeg maar dat lichte en die vroege stijl, hè, dus van de kunstenaars die aan het zeg maar de voorlopers zijn van de Bergse school en de voorlopers van de groep kunstenaars die naar Bergen kwamen. Dat zijn er een man of vijf. We hebben nu 14 kunstenaars. Nou, zeg dat de kern is en dat daaromheen nog een aantal anderen zitten. Nou, dit is Jaap Weyand. Was een van de grondleggers. Een van de voorlopers die zich daar vestigden. Okay. Samen met Vilarski en Colnau zijn dat de drie die als zijn begonnen om daar te gaan wonen. Af en toe in het begin kwamen. En ze begonnen met licht en het werd donkerder als ik het nu goed begin te begrijpen. Klopt. Ja, klopt. Dus het begint. Eigenlijk zijn alle kunstenaars die uiteindelijk dat zware werk zijn gaan maken, zijn allemaal zo begonnen. We zijn er. En nu weet ik gelijk dat Bergen in de polder ligt. En ik begrijp dat dit ook zorgde voor heel andere eigen schilderijen. André, we zijn een beetje verdwaald hier. Waar zijn we nu precies? We staan hier bij de Damlander Molen aan de rand van Bergen. Op de plek waar Jaap Weyand het schilderij van heeft gemaakt. He, hier de molen, het watertje. Het is nog een beetje zoals het destijds ook was. Ik mis alleen wat kleurtjes natuurlijk. Ja, toch? De kleurtjes zijn even weg. Maar het geeft denk ik wel goed al de sfeer weer die Bergen heeft. Het licht is anders. Het is toch... Dat schilderij van hem is nog licht. Ja, dat schilderij is inderdaad nog in die illuministische stijl. Maar we zien hier al het donker van Bergen. Ja, heel ander landschap. Het is echt... Ik had zee verwacht, maar het is polder, hè? Het is polder, ja. Ja, ik voel me echt verdwaald een beetje. Ja, hoor eens, we krijgen bezoek. Wij wandelen terug. Wij gaan terug. André, we staan nu in Bergen en bij dit huis. Maar het is een bijzonder huis, want het is ook geschilderd, zoals we hier al zien. Ja, ja. En waarom staan we hier eigenlijk? Van wie was dit huis? Dit is denk ik het meest geschilderde plekje van Bergen door de kunstenaars hier. De Oude Hof. En de Oude Hof was het buitenhuis van de heren van Bergen. De bazen hier. De bazen van het hele
het hele dorp en de hele omgeving. En de plek ademt een soort, vind ik, een soort mysterieuze sfeer. Je ziet hier ook al een beetje waarom Bergen nou zo anders is dan Katwijk. Maar nou zoek ik, André, nog die schuur. Die moest hier toch ook ergens staan, dat ja. donkere ding? Ja, het is, je hebt met je neus gekeken waarschijnlijk, want achter je. Achter me, dan gaan we naar jouw rempel. Dat is hem, de zwarte schuur. Die wil ik toch ook eventjes iets dichterbij zien. Gaan we even kijken. Die hebben ze toch ook mooi vastgelekt. Lekker donker. En ze waren zwaar. Daarom. Daar schilderden ze niet, maar het werd geschilderd. Het werd geschilderd, ja. Zo'n donker, ja, het is gewoon een mooi donker, contrastrijk onderwerp. Het is, ze hebben eigenlijk alleen dat rood er bovenuit laten stijgen in de pannen. De bomen staan er nog voor, zie je dat? Ja, het is niet veel veranderd. Leuk. Drie grote bomen. Prachtig ding. Zou het van de andere kant zijn? Kijk, dat loopt ook zo schuin. Ja. Nu herken ik het ook beter. Ja, het is wel een groot schuin vlak inderdaad. Misschien nog iets verder dan. Ja, okay. Zou we goed kunnen. Want er zat een beetje een bocht in. Even kijken. Nou, maar dit is echt de zwarte schuur hoor, ik weet nu dit zeker. Dit is hem, absoluut. Ja, dit is wel de plek hoor. Donker hè? Ja, dit is wel helemaal donker. Ja. Zoals het schilderij is. Maar wacht even. We zagen nog een schilderij in het museum. En dat laat allebei zien. De oude hof en de zwarte schuur. Ja, dit is echt de Bergense school. Donker en heftig geschilderd. Zo donker als het bos dat hier nu omheen ligt. En André benadrukt dat nog even. Het ziet er wel donker uit allemaal. Hè? We lopen echt het donkere bos in nu. Maar, ja, echt hè. Maar hier, dit is wel helemaal zoals het hier is. En waarom ook die schilderijen tot stand zijn gekomen die we zien. Je ziet licht, je ziet donker, maar vooral donker. Ja. Schilderen ze dit ook, want het ziet er fantastisch uit. Ja, dit is eigenlijk één groot luministisch landschap. Dit werd geschilderd toen ze hier kwamen. Bergen aan zee was er niet. Dus ze gingen wel de duinen in. Een stukje inderdaad lopen of fietsen. Kwamen dan hier uit en schilderden dan het duinlandschap met vliegdennen. Maar later, dus in de echte glorietijd van de Bergse school... zien we dat dus niet meer. Nee. We lopen nu naar de vliegdennen toe eigenlijk. Ja. En die vliegdennen die heb ik in het museum gezien. Ja, die staan op een schilderij van Dirk Vilarski. Ja. Dus we lopen eigenlijk in zijn schilderij in het landschap. Kale duinen op het schilderij. Hier is het wat met dennen volgezet. En dat vliegen dat gaat vanzelf. Als de wind naar het westen weer aanwaait in de herfst, dan krijgen ze die vorm. En, hoe doe je dan? Gaan de vliegdennen buigen? Ja, dan buigt het wel door en dan groeit het ook in die richting door. En zo vandaar. Heeft hij het geschilderd? En zo heeft hij het geschilderd. Oké, prachtig. Geweldig. En nu hebben we net de donkere lucht erboven omheen nog. We lopen het schilderij van de verbrande pan in Bergen met de vliegdennen weer uit. En nu brengt André ons nog naar de plaats waar een ander schilderij werd geschilderd. Boven een buurdorp van Bergen. We moeten daarvoor met camera en al omhoog een duin opklimmen, maar dat is zeker de moeite waard. En we staan nu in Groet, of eigenlijk boven Groet moet ik zeggen, we hebben harder moeten klimmen. Ja. Maar het is zo'n beetje het einde van de periode ook van die schilderschool. Ja. En dan keert het licht weer terug. Dus wat dat betreft past het toch prachtig ja, hier. Ja, een stralend zonovergoten plek. Dezelfde plek als Jaap Weyand in 1925, volgens mij 30 zo, schilderde hier. Wat heeft hij geschilderd? Dus het kerkje met het uitzicht over de polder. In de verte zien we nog de Noordzee. Een plek, de kunstenaars van Bergen woonden zeg maar van Bergen via Schorl naar Groet. Dus dit is de laatste plek waar ze ook woonden. Ik zie nu alleen de torenspits, dus we moeten straks even naar beneden om het hele kerkje te zien. Ja, dan kan je het kerk zien zoals het ook op het schilderij staat, want de bomen zijn wat verder gegroeid. Ik denk dat hij het zelf ook in het midden najaar heeft geschilderd. En nu zien we het natuurlijk in volle glorie en is alles goed groen. Groen en hoog geworden. Ja, dus...
We gaan naar beneden. Maar ik vind het fantastisch dat we hier staan. Leuk. En ja, het is toch wel een echte Hollandse plek. Hier is de duin ook weer terug, hè? Dus ik voel me lekker hier. Hartstikke goed. En de zee. Nu wil ik nog graag weten waar de kunstenaars vroeger woonden. We lopen dus weer naar beneden en gaan terug naar Bergen, naar een van die plekken. Je hebt me nu bij een, hoe moet ik het noemen, een villa gebracht eigenlijk. Waanzinnig, dit van een van de eigenaren van Bergen of? Nee, dit is een kunstenaarsvilla. Allemachtig. Ja, dit is het huis van Leo Gestel. Een van de belangrijkste kunstenaars, denk ik, van de Bergse school die hier ook heel lang heeft gewerkt. En gewoond. En gewoond. En een, door onder andere een andere belangrijke mecenas, dat is meneer Boendemaker. Piet Boendemaker, die had op een gegeven moment maar liefst 2500 schilderijen. Leo Gestel was een van zijn eerste protegees waar hij geld in stopte, die schilderijen leverde. En in ruil daarvoor kon hij hier wonen. En ook wonen, ja. Dan gaan we tenslotte nog naar het hart van Bergen. Naar het huis met de pilaren voor een kop koffie in een passende omgeving. Je hebt me met een speciaal doel hier gebracht, want dit was de plek waar de kunstenaars ook 's avonds bij elkaar kwamen, André. Ja, dat klopt. Maar dan net iets na de periode van de echte Bergse school. Een aantal kunstenaars, zoals Mathieu Wiegman bijvoorbeeld, waar hier achter je een schilderij van hangt, is ook uit een latere periode, die is hier dus blijven komen. Herkenbaar. Die woonde hier, die bleef hier wonen. De plek waar ze in de tijd van de Bergse school zaten, is hier aan de overkant. De rustende jager. Even kijken straks nog. De, hoe noem je? De rustende jager. De rustende jager. Dat is aan de overkant. En we zijn hier bij het huis met de pilaren. Okay. Maar dus een plek vanaf 1920 is het begonnen aan de voorkant, was eerst een kunsthandel. En is daarna horecagelegenheid gebleven en dus die kunstenaars kwamen hier. Maar wat wel heel bijzonder was, Jacques Brel heeft hier opgetreden. Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues. Et de vagues rochers que les marées dépassent. Et qui ont à jamais le cœur à marée basse. Avec infiniment de brumes à venir, avec le vent d'ouest, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers. Er valt natuurlijk nog veel meer te zien in ons museum, en meer info vindt u op de museumwebsite. Maar u kunt de Bergense kunst met al die donkere kleurexplosies en felle contrasten nog tot 4 november bekijken. Qui est le mien.